in het oog. Ja, en niet van. Ach, meneer. Mevrouw, dank u wel. Dat is het, meneer. Ik ben Willemien de Vlieger-Mol. Ik heb een tentoonstelling gemaakt over Isaac Israëls in Den Haag. En we zijn nu in het museum. En ik wil heel graag een favoriet schilderij van mij uitleggen. En dat is het schilderij wat er hier rechts van mij is. Het doek Martha Salomon. Een schilderes die op een duin zit in Scheveningen. Ze is geschilderd in een blauwe japon met een parasolletje in de hand. Martha Salomon logeerde in het Oranje Hotel, zoals ook Isaac Israëls deed, de schilder. En hij heeft haar vast ergens ontmoet, misschien wel op de boulevard of in het duin of in het hotel zelf, en gevraagd om voor hem te poseren. En dit is een zeer geliefd onderwerp voor Isaac Israëls, omdat het een vrouw, en deze keer in een lichtblauwe japon, met een parasolletje, hoedje. Hij heeft meerdere van dit soort vrouwen geschilderd. Dit is dan Martha Salomon, 1898 is het geschilderd. Maar er is bijvoorbeeld ook Jacqueline Sandberg, die ook in 1898 heeft geschilderd. En dat is een bekende actrice uit die tijd. Ik hou er hier zo van. Ik vind het gewoon heel erg leuk om te weten dat dit heel erg lang in particulier bezit is geweest. En pas onlangs is geveild. En ik het van de nieuwe eigenaar heb mogen lenen zo lang. En omdat dit is nu echt voor mij Isaac Israëls op Scheveningen. Dat is dit portret. En als we zo dadelijk dan misschien nog naar het mooie ezeltje rijden zouden kunnen gaan. Dat is ook Isaac Israëls op Scheveningen. Zullen we daar naartoe lopen? Dit is het schilderij Ezeltje rijden van Isaac Israëls. Dit is echt zo'n topschilderij die ik zo graag voor het museum allemaal bij elkaar heb gehaald. Waarom is dit nou top? Omdat Isaac Israëls heeft al meerdere schilderijen Ezeltje rijden geschilderd. Maar dit is echt het Ezeltje rijden van Isaac. Twee ezeltjes met meisjes in licht roze of een wit jurkje en een rood hoedje. Dit is gewoon, wanneer je dit ziet, weet je dat het Isaac Israëls is op Scheveningen. 5 jaar geleden heb ik bedacht van, ik ga een kleine tentoonstelling maken over Isaac Israëls in Den Haag. En schrijf daar een catalogus bij. En van dat kleine idee is het nu een heel groot iets geworden. 4 musea die meedoen. En een boek wat ik heb geschreven over Isaac Israëls in Den Haag. Het hele project is begonnen dus door het idee van Isaac Israëls in Den Haag. Van in 1 museum, toen nog het museum Mesdag. En een catalogus. Nu inmiddels is het een boek. En ik heb op een gegeven moment gedacht van, ik vind het eigenlijk wel jammer om het in 1 museum te doen. Laten we andere musea erbij vragen om er een heel groot Isaac Israëls project van te maken. En daar, ik heb dus het Haagse Historisch Museum gevraagd, het Louis Couperus Museum, het Museum Scheveningen en het Panorama Mesdag. Het Haagse Gemeentearchief heeft ook nog een tentoonstelling over Isaac Israëls. En er zijn een aantal kunsthandels die daar aandacht aan besteden. Het gaat er gewoon om dat de schilder Isaac Israëls heeft heel lang in Den Haag gewoond. In zijn beginjaren, toen hij als jonge jongen bezig was met zijn eerste onderwerpen. Dan moet je denken aan de kazernes in Den Haag of de oud-katholieke kerk. Alle zomers vanaf 1894 tot zijn dood in 1934 op Scheveningen. En vanaf 1916 woonde hij in zijn huis in Den Haag op de Koninginnegracht nummer 2. En heeft daar dus ook in Den Haag heel veel geschilderd. Elk museum heeft natuurlijk een eigen onderwerp. Het Haagse Historisch Museum, daar laat ik al het Haagse werk zien. Dus denk dan aan de kazernes, aan de militairen. Denk aan de priesters in de oud-katholieke kerk. Vroege portretten van alles. Theater Scala, wat allemaal weg is. In het theater in de Wagenstraat. Portretten van belangrijke of wat minder bekende Hagenaars. Dat was allemaal in het Haagse Historisch. In het Louis Couperus Museum laat ik de schilder Isaac Israëls met de schrijver Louis Couperus zien. Dus de kring eromheen. En dan moet je denken aan Jan Vet, aan Alexander Voormolen, een beroemde componist. Geschilderd door Isaac Israëls. En hij kende Louis Couperus. De tentoonstelling loopt vanaf 2 juni tot en met 23 september. Dus de oude badseizoen. Het liedje van Louis Davids, de Scheveningse Zee. De zee van Zandvoort is zeer fijn.
De zee van Noordwijk mag er zijn. De IJmoederzee is net Delfts blauw. Een wijk aan zee, daar bruist hij zo. Maar geen zee is zo distingué als onze Scheveningse zee. Die zit niet zo vol kwallen, want die blijven op het strand. Er is geen zee zo distingué als de Scheveningse zee. Daar baat alleen de oud volée. Er is geen zee zo charmant als het Scheveningse strand. Daar fleurt de bloem van Nederland. Aan onze Scheveningse zee schijnt zelfs de zon mondain, blasé. Zo'n chique zee die bruist ook niet, maar lispelt geaffecteerd een lied. Ja, menig havenaar beweert dat Mengelberg haar dirigeert. Vanaf het Scheveningse strand met een stokje in zijn hand. Des zondags bruist de zee verfijnd, wijl zij voor de elite deint. Dan gaan de douarières vier met freules roddelen op de pier. Dan zit de generaal heel chic met zijn familiereumatiek in het aparte paviljoen. Je kan het er niet minder doen. Amand, er is geen zee zo distingué als de Scheveningse zee. Daar baat alleen de haute volée. Er is geen zee zo charmant als het Scheveningse strand. Daar fleurt de bloem van Nederland.